Klaar voor hoor. Oh ja. Hoppa. Maar moet ik daar kijken? Ja. Hey. Toma, wat kan ik jou vertellen? Nou, mooi zo. Ik heb geen idee. Ik sta... Goed terecht gekomen, zeg maar. Ja. Want dat heb ik gedaan. En nu zit ik hier. Dus, ja. Goede vraag. Het spot er volgens mij is. Ik moet naar jou blijven kijken. Ja. Oké, dan weet ik het even. Ook lekker veilig. Later. Spot TV, ja, dat is een platform voor jonge mediamakers waar ze hun creativiteit in kwijt kunnen. Spot TV, het online kanaal voor jong en studerend Groningen. maar ik geloof dat het studerend er steeds iets verder af gaat. Ik geloof dat we steeds meer iets zijn voor alle jongeren in Groningen. En niet alleen voor bijvoorbeeld de studenten aan de universiteit of aan de hogeschool. Ik denk dat Spot TV belangrijk is voor Groningen omdat het een van de weinige platformen is wat volledig eigenlijk in handen is van jongeren. Ik reken jou ook nog mee. En dat op die manier dat je er echt voor zorgt dat de content die gemaakt wordt gewoon ook bedacht wordt door de doelgroep waarvoor het is. In plaats van dat er toch een stel boomers op kantoor zitten die bedenken wat de jongeren leuk moeten vinden. Ja, oké, alles goed, lekker, let's go. De kracht van Spot TV is dat het ongedwongen is. Je hebt heel veel platformen die pretenderen heel erg jong te zijn en heel erg vrij. En jezelf ook te kunnen ontwikkelen in je creativiteit. Maar zodra je daar komt, dat het nog best wel aan banden is en dat je helemaal niet zo vrij bent dat je in een stramien moet passen. En ik denk dat de kracht van Spot heel erg is dat als jij zegt van hierin wil ik accelereren en hierin wil ik mezelf ontwikkelen, dat Spot zegt is goed en hier heb je de tools en dat gaan we doen en maak er maar het beste van. Ja, de vrijheid. Ja, ik ga eerst audio checken. Dus als jullie allemaal even stil willen zijn. Spot TV is volgens mij een soort omgeving waarin je bezig kunt zijn met je hobby, met creatief zijn, met dingen maken. En tegelijkertijd ook op een soort professionele manier kunt bijdragen aan projecten, aan dingen en zo verder kunt komen. Dus eigenlijk een soort bedrijf om ervaring op te doen. En te werken, maar tegelijkertijd de mogelijkheid te hebben om te kunnen leren en fouten te kunnen maken. Dat is denk ik Spot TV vooral van. Ga ik door naar Nora. De kracht van Spot TV is dat het heel dichtbij staat bij de jongeren hier in Groningen. Dus ook heel erg herkenbaar is voor hun. En dat is denk ik wel echt wat nodig is. De kracht van Spot TV is dat ten eerste iedereen mee kan doen. Het is tenminste tot op zekere hoogte natuurlijk, maar in principe kan iedereen meedoen. En daardoor is het ook heel divers. En daardoor maken we ook dingen die iedereen interessant vindt, geloof ik. Ik ben nu dus. Wat vooral Spot TV leuk maakt, is dat je gewoon heel erg vrij bent in alles wat je kan doen. En ook in met de mensen om je heen. Vooral iedereen in het team die wil je gewoon helpen om ook gewoon zelf beter te worden. Zodat jij de beste versie van jezelf kan laten zien. En niemand die vindt het erg om feedback te geven, ook al is die soms een beetje hard. Het is gewoon zodat je samen het beste product kan aanleveren op Spot TV. Dus ja. Ik denk dat het gewoon heel toegankelijk is. Want sowieso is het overal te vinden op social media. Maar ook zie je natuurlijk, als er wat opgenomen wordt, zie je Spot gewoon in de stad. Ik denk dat de kracht van Spot TV is dat je heel veel vrijheid hebt in dat je mag doen wat je echt leuk vindt. En dat iedereen gewoon een individu is, zeg maar. En dat iedereen weer zijn eigen dingen heeft waar hij goed in is en dat echt kan laten zien. Wat vind ik leuk om te doen? Ik denk dat ik... ik vind het leuk om concepten te ontwikkelen, van echt van A tot Z. En dat dan in goede banen leiden. Dat lijkt me wel echt, dat vind ik leuk, ja. En voor de rest is het gewoon niet je alledaagse supermarktbaantje, zeg maar. Het is toch wel iets gaver dan dat, als ik dat zeggen mag. De creatieve kant van media heeft me altijd gewoon heel erg getrokken. En ik merkte dat, ondanks dat er wel focus was op de opleidingen van die kant,
merk je toch dat je dat klein beetje praktijk mist waar je echt aan de slag kan met ideeën en waar je echt creatief bezig kan gaan met media. Ja, dat vind ik belangrijk omdat, kijk, je wil natuurlijk wat doen met dingen die je leuk vindt, met talenten die je hebt, met waar jij later ook mee bezig wilt. Alleen echt op hoog professioneel niveau is dat vaak erg moeilijk om in te stromen. Dus dan moet je eerst een hele opleiding doen, alleen dat gaat ook in kleine stapjes. Dus het is heel belangrijk, denk ik, om al plekken te hebben waar je eigenlijk bijna heel snel kunt leren en heel snel de mogelijkheid krijgt om toch professioneel mee te werken met dingen. Maar niet direct de grote druk hebt dat als je een fout maakt direct het enorm afschuwelijk is en je klanten kwijt bent en dat soort dingen. Dus ik denk dat het heel belangrijk is om een soort instap iets te hebben waarin je kunt groeien, maar wel echt professioneel bezig kunt. Ik begon mijn stage hier 3 jaar geleden alweer. En toen heb ik heel veel leuke projecten mee mogen draaien, heel veel leuke producties mogen ontwikkelen. En toen mijn stage voorbij was, met een goed afgerond ook nog. We hadden nog geprobeerd te onderhandelen voor een betere cijfer, weet ik nog. Maar goed, ja, dat was, toen was ik blij en toen dacht ik, hier wil ik eigenlijk blijven hangen eigenlijk. Dat was gelukt en daarna, sindsdien ben ik er nog steeds eigenlijk. We zijn begonnen met kleine items opnemen, dus de straatinterviewtjes. Daaruit is weer heel veel, gewoon weer heel veel naar voren gekomen. Dus toen zijn we de livestream gaan starten, zijn we gaan nadenken over nieuwe formats. Ja, dus er is heel veel gebeurd. En ik had eigenlijk altijd al wel interesse in journalistiek. Vooral omdat ik al heel lang zeg dat ik later het Klokhuis wil presenteren. En toen dacht ik op een gegeven moment van, goh, weet je, ik trek gewoon de stoute schoenen aan. Ik ga vragen of ze nog op zoek zijn naar nieuwe mensen. En toen heb ik een DM gestuurd en vervolgens een kopje koffie gedronken. En toen een keertje meegekeken bij het redactieteam. En toen was het eigenlijk zo leuk dat ik dacht, ik wil graag blijven plakken. Het allerleukste om te doen vond ik denk ik wel de livestream. Daar heb ik zo ontzettend veel van geleerd en dat was zo'n groot avontuur eigenlijk voor iedereen. Want voor iedereen was dat nieuw en we hebben daar heel erg onze eigen weg in moeten vinden. Maar daardoor hebben we ook heel erg, zijn we ook heel erg gegroeid als team in een hele korte tijd van 8 weken. En dat was wel ontzettend mooi om te zien. Ik heb gereageerd onder een post. Ik zag filmmakers, jullie zoeken die en ik dacht hier moet ik op reageren. Ik wist niet waarom, ik had nog nooit eerder zoiets gedaan, maar ik dacht gewoon van dit is voor mij en ik heb gereageerd en toen was ik hier. Dus zo is het een beetje gegaan. Ik heb altijd al een interesse gehad in journalistiek. Ik heb ook na de HAVO zou ik eigenlijk journalistiek gaan studeren. Lang verhaal is het niet geworden, ik ben nog VWO gaan doen. Maar toen, ja, die journalistieke droom, om het zo maar even te noemen, is nooit vervlogen. En ik dacht, nou, dit is toch wel een hele leuke optie eigenlijk om die een beetje te laten gaan vervullen. Bij Spotify zie ik mezelf wel als journalist ook echt. Ik ben een van de hoofdredacteuren, dus ik ben voorzitter van de redactievergaderingen. Wat een verantwoordelijke, maar leuke titel is. Ik regel vooral veel dingen achter de camera, maar ik sta ook wel eens voor de camera dingen te presenteren. Ik ben eigenlijk een beetje van het editen in het begin, het filmen en nu ook steeds meer het presenteren van sommige items. En dat vind ik hartstikke leuk om te doen. Eerst moest ik even kijken wat mijn rol zou kunnen zijn, wat in de groep paste. Maar ik ontdekte al snel, omdat ik heel veel met video bezig ben, met film, met techniek, dat mijn rol werd om films te maken, video's te maken, te filmen, te editen. En uiteindelijk ook te livestreamen, dus de regie te doen en het ook andere mensen kunnen bijbrengen uiteindelijk. En daarin heb ik veel om me kunnen nemen om gewoon echt te zorgen dat het visueel en ook qua audio zo goed mogelijk wat ik kon in elkaar zat en gave content geproduceerd werd. Binnen het team? Sowieso wel als presentatrice. Ik denk dat dat wel een key element is van hoe ik in het team sta. Maar daarnaast, als het gaat in relatie tot het team, dan zie ik mezelf wel als iemand die een beetje de touwtjes in handen heeft als het gaat om de concepten ontwikkelen. Dus wat voor formats gaan we maken, hoe gaan we die vormgeven, wat voor grafische elementen pakken we daarbij, hoe gaan we dat aan de man brengen, een beetje het creatief concept. Ik werd heel goed ontvangen en het was eigenlijk ook wel spannend, omdat ik nog nooit eerder zoiets heb gedaan. Nooit eerder me echt naar buiten heb met anderen, met zo'n platform contact heb gezocht. En ik wist niet wat ik kon verwachten.
En toen ik hier kwam, toen was ik echt met open armen, werd ik ontvangen en iedereen reageerde leuk. En ook heel goed begeleid, vooral in het begin. Ja, ik had echt nul ervaring. Het leek me gewoon alleen superleuk om te doen, dus ik dacht, nou, ik spring inderdaad in de diepe. Een van de leukste producties waar ik echt wel trots op ben is misschien van de Student Hotel. Toen we mochten gaan stemmen op 12 uur 's nachts. Ja, het was prachtig, want allemaal jongeren en studenten die dan mogen stemmen onder het genot van een biertje en wat muziek. Ja, dat is prachtig als je die mensen naar het stembureau krijgt. Ja, dat was wel een van de leukste. Nou, eigenlijk twee hoogtepunten. In de Tweede Kamer ben ik geweest met Spot TV om voor de verkiezingen te filmen. Bijna 10 uur in de trein gezeten, omdat het die dag heel hard sneeuwde. En wat ik ook heel leuk vond, was op 5 mei. Reportage vanuit het Stadslab om daar de artiesten en dergelijke te interviewen. Hoe ik de toekomst van Spot TV zie. Ik denk dat we met deze studio een hele mooie plek hebben om heel veel creatieve ideeën tot werking te laten komen. En ik hoop ook dat we daar gewoon heel erg veel mensen mee kunnen helpen. En dat er veel jongeren daar zijn of in Groningen zijn die met de media-idee rondlopen. Die met iets rondlopen wat ze eigenlijk al hebben willen doen of willen starten. Maar daar niet de apparatuur voor hadden, niet de camera, niet de professionaliteit om echt van de grond te kunnen gaan. Ik hoop dat die mensen ons kunnen vinden om dan samen die plannen uit te kunnen werken tot iets moois. Ik denk dat het allemaal iets serieuzer gaat worden toch wel, want het gaat natuurlijk heel erg groeien. Er komen steeds meer mensen bij en ik denk ook steeds meer mensen serieus bij. Ik denk dat gewoon de kwaliteit van de items en van de content gewoon alleen maar vooruit gaat. Ik zie Spot TV in de toekomst als een hopelijk toonaangevend mediaplatform in Groningen voor jongeren. Omdat ik vind dat er meer mag gesproken worden over taboes en over wat er in de stad gebeurt. En dat jongeren zich meer gerepresenteerd voelen in zo'n grote studentenstad als Groningen dan dat het nu is. Dus ik hoop dat wij een beetje de spiegel kunnen zijn en een beetje, dat wij de studenten representeren straks. Ik denk dat Spot TV nog wel wat moet groeien. Je hebt nog wel vaak, als we de straat op gaan, we gaan iets filmen voor Spot TV. En je is echt, we filmen voor Spot TV. Dat mensen zijn van, Spot TV? Dat ken ik niet. Steeds minder, gelukkig. Dus ik zeg altijd als ik ga filmen voor Spot TV, ja, pak even je telefoon, even Insta, even volgen. Maar ik geloof dat dat gewoon nog wel moet groeien en ook wel kan groeien. En dan geloof ik ook wel, dan krijg je wat meer interactie met de kijkers, want mensen gaan erop reageren. En dat er ook wel weer leuke dingen uitkomen. Dat je, laat maar zeggen, de stad en de inwoners van de stad als je redactieleden kan hebben. Dat lijkt me wel gaaf. Spot TV is hartstikke leuk. En als je denkt van, ik heb nog helemaal niks met, ik heb nog helemaal geen ervaring, dan moet je dat echt niet weerhouden om toch een berichtje te gaan versturen. Want dat heb ik gedaan. En nu zit ik hier. Dus ja. Meld je aan, een betere plek kan je niet bedenken. Zoveel verschillende diverse mensen, zoveel kansen, groot netwerk, alles wat je kan bedenken, dat kan je hier krijgen. En het is ook gewoon heel leuk voor je portfolio. Jij moet je aanmelden omdat Spot de allermooiste leerbaan biedt die jij maar kan hebben op het gebied van creativiteit. Dus ben je een filmmaker, ben je presentatrice, presentator, ontzettend creatief of weet je nog helemaal niet wat erin zit, maar wil je wel heel graag iets met alles wat er van binnen zit en wat er gewoon uit moet? Meld je aan, want ik heb hier een fantastische loopbaan gehad. Je ontmoet gekke mensen, je doet mooie contacten op en het is er allemaal. Het ligt onder je neus, je moet alleen even aanmelden. Nou, iemand moet zich aanmelden omdat het gewoon echt, je krijgt hier zoveel ervaring mee van hoe zit het mediawereldje in elkaar. Maar ondertussen ben je niet een cijfertje, dus je bent wel gewoon echt, je mag wel gewoon echt je eigen persoonlijkheid er ook in kwijt. En gewoon echt je eigen dingen ontwikkelen, zeg maar. Ook ontwikkelen wat jij leuk vindt. En er wordt je niks opgelegd, er staat geen druk op. Je mag gewoon echt gewoon leren. Het is een heel mooi podium, denk ik, voor als je later iets met media wil doen. Mochten jullie nou met een idee in media zitten, met een passie voor media zitten, twijfel dan niet langer. Stuur een berichtje naar Spot TV, want wij hebben hier de faciliteiten om jouw idee tot werkelijkheid te laten komen. Dus ben je jong, woon je in Groningen, meld je aan en vertel jouw verhaal via Spot TV.
Thank you.